Oké, jongens, we gaan het vandaag hebben over verbranding. De verbranding vindt plaats in alle cellen van ons lichaam. De verbranding gaat ook 24 uur per dag door. Ongeacht of op je bed ligt, of op de fiets zit, of als je naar dit filmpje aan het kijken bent, de verbranding loopt altijd door. Bij de verbranding in ons lichaam wordt de energie die opgeslagen is in de voedingsmiddelen of in de voedingsstoffen, wordt omgezet in een energievorm die het lichaam kan gebruiken. De energie die vrijkomt bij de verbranding van glucose gebruikt jouw lichaam weer om het lichaam op temperatuur te houden en om te bewegen. Wat we bij deze les willen doen is kijken welke stoffen zijn er nu nodig voor verbranding en welke stoffen komen er vrij bij verbranding. Laten we beginnen bij welke stoffen er nodig zijn voor verbranding. Ik heb hier een opstelling gemaakt. Je ziet hier een kaars. En die kaars die steek ik aan. Nou, hier zien we een simpel voorbeeld van verbranding. Er is hier een brandstof nodig en die brandstof is in dit geval kaarsvet. Ook onze cellen hebben een brandstof nodig, alleen is de brandstof daar niet kaarsvet, maar in onze cellen is de brandstof glucose. Hier komen twee vormen van energie vrij, namelijk warmte en licht. Bij verbranding in onze cellen komen ook twee vormen van energie vrij en dat is namelijk warmte en beweging. Maar wat is er nou nodig om dit verbrandingsproces op gang te houden? Nou, het één is duidelijk, er is een brandstof nodig. Maar er is nog iets meer nodig. En met een simpel experiment kan ik dat uitleggen. Namelijk, als ik over dit vlammetje dit potje zet. En dan zul je zien wat er gebeurt. Langzaam. Gaat de vlam uit. Het vlammetje is uit, de verbranding is gestopt. Dat is raar, want er is brandstof voldoende, maar je snapt hem al, de verbranding is hier gestopt omdat er een stof ontbreekt. En die stof die hier in dit experiment ontbreekt is zuurstof. Dus voor verbranding is naast een brandstof ook zuurstof nodig. Oké, nu gaan we eens kijken wat er vrijkomt bij verbranding. Wat er vrijkomt bij verbranding, dat kunnen we aantonen met kalkwater. Kalkwater is de indicator voor koolstofdioxide. Kalkwater is een heldere vloeistof. Als je door kalkwater koolstofdioxide heen blaast, dan krijg je een indicatiekleur en dan verandert kalkwater van mooi helder naar melkwit. Ik ga nu uitademen en tellen hoeveel keer ik het doe en dan zullen we zien of er een kleurverandering optreedt in het kalkwater. Oké, ik heb nu 4 keer diep uitgeademd, hier doorheen, en wat hebben we gezien? Het kalkwater is omgeslagen van wit, van helder naar melkwit. Met andere woorden, in uitgeademde lucht zit koolstofdioxide. Die koolstofdioxide die ik heb uitgeademd, is een stof die is vrijgekomen bij de verbranding in de cellen, is afgegeven aan het bloed en via het bloed naar de longen gebracht. En daar heb ik die koolstofdioxide uitgescheiden. Bij verbranding komt koolstofdioxide vrij.